Hallo, ik ben Luca en ik heb last van ADHD. Meestal in de klas kijk ik omheen en dan zie ik vaak posters. En daar ga ik dan op letten. Ik heb er zelfs een paar uit mijn hoofd geleerd. Wat op die posters stond waren zeg maar allemaal dieren. En een leeuw was dan bijvoorbeeld het getal 7 en een stokstaartje was dan het getal 2 en dan had je 3 leeuwen of zo keer 2 stokstaartjes. Bij die dieren dacht ik allemaal aan dat ze ineens aan het dansen waren. En ook aan dat ze uiteindelijk een Olympische Spelen gingen houden. En dat zag in mijn hoofd heel grappig uit. Als ik dan iets zie, dan stel ik voor dat het echt is. Als het eigenlijk heel nep is. Dan doe ik net als dat mythisch wezen voor mij staat op de tafel. Ik denk dat kinderen mij wel eens gek vinden. Vooral als ik rare bewegingen ga doen. Zoals op die posters dat er iets op staat en dat ik dan een beweging verzin. Heel af en toe doe ik dat per ongeluk zelf. Ik ging ineens een vogel nadoen. Zo. En ja, toen dacht ik wel, ik doe een beetje raar nu. Maar omdat ik niet had opgelet, wist ik niet wat we aan het doen waren. Toen werd die docent heel erg boos. En toen vroeg die docent waar ik over nadacht. Toen moest ik uitleggen waar ik over nadacht. Toen werd hij heel erg boos dat ik aan het liegen was. Toen had ik het nog een keer gezegd. En die docent bleef volhouden dat het niet waar was. Maar zelf wist ik dat het wel waar was. Uiteindelijk moest ik een week nablijven. Meestal word ik door ADD zo snel boos dat ik van tevoren niet zo nadenk wat ik doe. En dan word ik heel driftig. Krijg ik eigenlijk een woedeuitbarsting. Terwijl iemand dat niet kan verwachten omdat het echt heel snel gaat. Binnen 2 seconden ben ik ineens een heel ander persoon, lijkt wel. Als ik heel erg boos ben, dan kan ik wel eens gaan steppen. Want als ik dan extra hard ga en de adrenaline kick, dan gaat mijn boosheid vaak weg. Bij stuntsteppen heb ik veel vrienden en die vinden het juist leuk dat ik druk ben. En bij stuntsteppen mag sowieso druk zijn. Ik ga ook vaak gamen. En dan word ik wat rustiger. Het is eigenlijk heel druk, maar dan. Het klinkt eigenlijk heel raar, maar van het gamen word ik juist extra rustig. Omdat ik me op 1 ding kan focussen tijdens het gamen en normaal lukt dat niet. Oh, dit wil je niet weten. Vaak praat je ook met mensen die je niet kent. En als je mensen niet kent en je doet heel raar ineens, je kent ze toch niet. Dus dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Mijn vader, die heeft ook ADHD. Hij heeft moeite met het beheersen van zijn emoties. Dus hij wordt heel snel boos. En als hij boos zou moeten zijn, is hij eigenlijk soms verdrietig. En andersom ook. En dat vond ik eigenlijk best raar. Terwijl zelf heb ik er wel eens last van. We zien elkaar niet doordat er een paar keer ruzie geweest is. Tussen mijn stiefmoeder en ik. En die ruzies werden veroorzaakt eigenlijk doordat ik snel boos werd met mijn ADHD. Toen heeft ze me opgebeld dat ik niet meer hoef te komen en daar was ik heel verdrietig om. Ja, ik had eigenlijk wel verwacht dat papa begreep waarom ik zo snel boos word. Want hij wordt snel, ook zelf snel boos door de ADHD. Dus ik dacht, hij snapt waarschijnlijk wel waarom ik sneller boos word. Ja, ik vind het natuurlijk heel erg jammer dat ik mijn vader nu al heel lang niet meer zie. Omdat ik wil natuurlijk gewoon ook een vader hebben. Met dit verhaal wil ik vertellen dat mensen niet de enige zijn met het probleem. En ik denk dat als klasgenoten dit zien, dat ze me zeker meer begrijpen. En daar voel ik mezelf ook fijner bij. Dus dat is ook een reden waarom ik dit verhaal vertel. En hoe iemand met ADHD zich ervaart voor degenen die dat willen weten. En dat je ADHD zeker ook positief kan zien. Wat ook veel beter is eigenlijk. Als ik de baas zou zijn van mijn eigen wereld, dan hadden we veel minder huiswerk. Wel leren, maar dan door middel van leuke activiteiten. ADHD heeft nou eenmaal wat nadelen, maar er zijn zeker ook voordelen. En als je meer op de voordelen focust, dan wordt het een veel minder vervelende ziekte. En als je ADHD hebt, kom je ook eerder op grappen om te vertellen. Als je iets ziet in de klas of zo, dan kan je er ineens een grap over maken. Human.